Harlequin. 3 november 1962. Het is bijna 20 jaar geleden dat alles wat hier volgt gebeurd is. Niet te geloven. Maar tot nu toe heb ik niet de moed kunnen opbrengen om dat wat ik en met mij nog een groepje Hollandse meisjes hebben meegemaakt te kunnen vertellen. Dat ik er nu eindelijk toe kom is naar aanleiding van het boek van mijn kampcollega Mirjam Blitz. Als meisje van 16 jaar, ik had juist mijn diploma gehaald van school, werd ik aspirant leerlingverpleegster in het Joodse ziekenhuis in Rotterdam. Ik had daar een heerlijke tijd. Ondanks de moeilijkheden met de oorlog waren we toch met elkaar, vader, moeder, 2 broers, Ben en Hans, gelukkig. De 26 februari 1943 kwam er een eind aan al dit geluk. Het Rotterdamse ziekenhuis werd leeggehaald. En die ochtend heb ik voor het laatst mijn lieve ouders en broers shalom gezegd. Nooit heb ik ze weer gezien. We werden in auto's geladen en daar ik achterin zat, wilde ik een poging doen eruit te springen. Ik werd echter tegengehouden door verschillende mensen die bang waren dat ik mijn benen zou breken. En daarmee was mijn lot bezegeld. We werden doorgezonden naar Westerbork. En nadat ik een paar dagen daar verbleef in houten barakken, werd ik al opgeroepen voor een transport. Door een toevalligheid probeerde ik achteraan te blijven bij de grote groep mensen die naar de trein werden geleid. En daardoor kwam ik niet in de trein. De trein was vol. Maar het duurde niet lang. Na een dag of 4, 5 ging er weer een transport. En 15 maart werden wij vanuit Westerbork doorgezonden naar Sobibor. Waar 30 van onze vrouwen als verpleegsters of was- of naaimeisjes werden uitgezocht. De rest werd weggeleid. En, naar wij later begrepen, direct vergast. Het transport waarin ik zat, dat waren alleen maar mensen uit het ziekenhuis, hoofdzakelijk. De meeste daarvan zijn in de trein al omgekomen en de rest werd, zoals ik reeds gezegd heb, in Sobibor vergast. Wij zijn slechts 2 uur in Sobibor gebleven. En vandaar werden wij weggevoerd naar een kamp Lublin genaamd. Nadat wij alles in Sobibor hadden achtergelaten, al onze bezittingen. Datgene wat wij van de stad Lublin zagen was oud en vervallen. Die nacht sliepen wij in een grote houten barak met houten bedden, 3 op elkaar en matrassen gevuld met houtwal. Volgende morgen, heel vroeg, werden wij gewekt door een ontzettend lawaai. Een paar Poolse christengevangenen kwamen ons vergasten in onze vrolijke bui op een dans- en zangpartijtje. We waren zo echt in de stemming met onze nog steeds lege magen. Dezelfde morgen vertrokken wij door een SS-vrouw begeleid met zweep en bloedhond die ons herhaaldelijk uitschold en opjoeg. Zij voerde ons naar Lublin, vloekplaats, waar ze ons overleverde aan de daar dienstdoende SS'er. Ik zei tegen die SS'er, toen ik naar hem toe ging, dat ik verpleegster was en dat ze mij gezegd hadden dat ik in Lublin of in het kamp kon werken als verpleegster. Hij begon verschrikkelijk te lachen. Hij zei, hier kan niemand ziek zijn. En hij lachte gemeen. Hier moet iedereen gezond zijn en anders dan ga je eruit. Onmiddellijk werden wij te werk gesteld, niet als verpleegsters, was- of naaimeisjes, maar alle 30 als lompensorteersters. Om 12 uur kregen wij een dikke brei, die gortsoep heette, en waarvan wij dit moment, ondanks onze honger, walgden. We konden ze niet eten. Later bemerkten wij dat dit de beste soep was die het kamp ons bieden kon. 's Avonds werden wij
nadat wij gebaden hadden en de heren SS zich allen geamuseerd hadden met onze welgevormde lichamen, terwijl ze ons een spoedige vermagering voorspeld hadden, in een barak waar ongeveer 1000 vrouwen rondkrioelden gebracht. We lagen daar met 4 tot 7 mensen in een kooi. Net als de volgende ochtend was er een groot appel. We stonden met z'n allen, 30 meisjes, treurig en hongerig, vlak bij elkaar. Mijn ouders waren heel vroom en ik weet dat ik ze een plezier ermee deed om iedere ochtend te oren. Ik had een klein tefilletje bij me en ik oorde Chagrit. Een SS'er die achter mij stond zag het en greep het filletje uit mijn handen. Dat is het laatste wat ik ooit van het villag gezien heb in al de 27 maanden dat ik in een kamp heb doorgebracht. Die ochtend na het appel werden wij gestuurd naar een grote hal. We wisten niet wat we zagen. Vol met lompen. Grote bergen lompen. We werden erin te werk gesteld. We moesten pakjes maken van 10 stuks, bijvoorbeeld truien of jassen of broeken, en ze dan dichtknopen. Ja, ik heb wel leren knopen in die dagen. En dan werden die pakken apart gezet. Na 3-4 dagen voelde ik plotseling dat ik verschrikkelijke jeuk had onder mijn oksels. Ik had een beeldige jurk aan. Dat was het enige wat ze me nog niet afgenomen hadden. Die jurk had zuster de Hartog, de directrice van het Joodse ziekenhuis in Rotterdam, voor mij gebreid. Ik keek en wat zag ik? Een luis. Niet 1 luis, maar wel 20 luizen. Dat was een hele klap in mijn gezicht. Ik was er zo bedroefd van. Ik vond het verschrikkelijk, gewoon luizen. Nog nooit van mijn leven had ik ervan gehoord. De jurk moesten wij weggooien. En ik vond in al de rommel die we uitzochten natuurlijk jurken genoeg. En zo wisselden niet alleen ik, maar ook alle meisjes om de paar dagen van jurken, want steeds weer opnieuw kregen wij luizen in de kleren. Wij werden erg veel geslagen in Lublin. Als we niet vlug genoeg werkten, kregen we slaag. Als we maar een beetje brutaal deden, kregen we slaag. Als we zongen, kregen we slaag. En honger, steeds maar honger hadden wij. Die honger werd een beetje verbeterd doordat wij konden smokkelen. Wij liepen dan naar de grens van het kamp en daar gooiden wij een trui over naar de Polen, de Poolse boeren die daar woonden, en die gooiden daarvoor in de plaats een stuk brood of een stuk kaas of wat boter. Ze deden het ook wel eens niet. Als het hele gemene mensen waren, dan kregen ze eerst het truitje en dan kregen wij er niets voor in de plaats terug. Nu waren er in die hoge wachthuizen, daar zaten altijd SS'ers te wachten houden. En de ene keer was er eens een goede, maar er waren er ook vaak bij die slecht waren. En als ze heel slecht waren, dan schoten zij. En zo werd menig een doodgeschoten. Op een nacht hoorden wij plotseling een verschrikkelijk gegil. Een van onze meisjes kwam huilende naar binnen gerend. Wat was er gebeurd? Ze was verkracht door een SS'er. De volgende dag was er een groot appel. Er werden meisjes uitgezocht, weer 1 en nog 1, verschillende die er slecht uitzagen, maar plotseling werd mijn vriendin Topolak aangewezen. En wij begrepen het al, ze dachten dat zij het was die nacht verkracht was door die SS'er. Maar wij schudden van nee, zij was het niet geweest. En daarmee hebben wij het lot bezegeld van een ander Hollands meisje, Fietje Cohen heette ze. Ze werd eruit gehaald en zij werd naar Lublin KZ gestuurd, waar een gaskamer bleek te zijn. We hadden het er steeds mee beroerd en wij probeerden om iedere gelegenheid aan te grijpen om er weg te komen. Maar het was een groot risico. Want ze zeiden, als je er weggaat, dan kan het ook wel eens zijn dat je naar een ander kamp gaat waar het nog slechter is. En sommige van de Hollanders
hadden vriendinnen, hadden vrienden. En die vrienden, die gaven hun ze brood en te eten. Het waren Poolse gevangenen. Ik mocht af en toe naar het mannenlager. En daar gingen wij op bezoek, zogenaamd. En dan dachten de mannen, die dachten dat je voor een stukje brood wel een grapje kon uithalen. Maar dat lukte niet altijd. Daar hebben wij vaak bij gelachen. Dan zaten we op een bed en dan aten we onze buik vol. Dit grapje heb ik vaak uitgehaald met Mirjam Blitz, die het boek geschreven heeft. Dan zaten we en we aten heerlijk brood met worst en boter, allemaal lekkere dingen. En dan plotseling, dan dachten die mannen dat je wel voor het grapje te vinden was dat zij je wilden. En dan liepen we hard weg. Wij werden één keer met z'n allen gebracht naar het mannenlager. We wisten niet waarvoor. Toen we daar aankwamen, moesten we in een grote kring gaan staan. En wij zagen dat er twee mannen werden opgehangen. Wij moesten kijken. We werden gedwongen te kijken. Degene die niet keek, die kreeg slaag. Stiekem deden wij onze ogen toe, want het was toevallig ook nog een Hollandse jongen. Ze zeiden dat hij geprobeerd heeft te ontvluchten. En ze hebben hem gepakt. Het was Jimmy Leefsma uit Amsterdam. Wij, Hollanders, probeerden dus om er weg te komen. Toen we 18 maanden in Lublin waren, hoorden wij weer van een vrijwillig transport naar een marmeladefabriek. En 13 van de 18 overgebleven vrouwen hebben zich toen gemeld. De 5 anderen die gebleven zijn, die hadden allemaal vriendjes. En die dachten, misschien is het beter om in Lublin te blijven dan naar een ander kamp te gaan waar we toch weer honger zullen hebben. Het was van onze kant inderdaad zeer riskant, want je kon de mof nooit vertrouwen. Wanneer hij zei, je gaat naar een werkkamp, gebeurde maar al te vaak dat men naar de gaskamer ging. Toch hebben we het dit keer gewaagd. En we zijn er naartoe gegaan met 32 Poolse en 13 Hollandse meisjes. Wij kwamen aan in Mileov, een marmeladefabriek. Dit was een Eldorado, vergeleken bij Lublin. De slaapgelegenheid was wel niet goed. We huisden tezamen met de mannen in paardenstallen. Maar het eten en de behandeling van de daar dienstdoende Weermacht was uitstekend. De volgende ochtend werden de mannen opgeroepen. Wij hoorden, terwijl wij bleven in de barakken, schoten. En de mannen zijn nooit teruggekomen. Wij waren eigenlijk te slap en te hongerig om ons van al deze dingen veel aan te trekken. Twee van ons, dat was Mirjam en ik, hadden kretsje, dat was schurft. Zij zeiden ons, wanneer het niet binnen 3 dagen over zou zijn, dan moesten we terug naar Lublin. En ze gaven ons een zalf. En we hebben het geluk gehad dat na inderdaad 3 dagen het bij ons beiden over was. En we zijn dus gebleven. Wij werden gestuurd naar de fabriek waar wij werkten, in een marmeladefabriek. Het was met rauwe uien werkten wij, appels, pitten van pompoenen. En die aten wij, alles aten wij. Want veel brood kregen we niet. Al die rauwe groenten. Dit vrijwillig vertrekken uit Lublin heeft ons het leven gered. Een paar dagen later werden alle inwoners van Lublin en al de mensen in de kampen rond Lublin doodgeschoten en verbrand. 5 dagen na dit vreselijk gebeuren, waarbij honderdduizenden hun leven lieten, werden wij door de SS weggevoerd naar een ander kamp. Deze even rustige periode was alweer meer dan lang genoeg geweest. Nu maakten wij kennis met de Oekraïners, die haast nog groter schurken en nog barbaarser waren dan de SS. Zij sloegen, schopten en vloekten ons als waren wij nog minder dan een hond. Het woord schwijnhond lag dan ook in hun mond bestorven, maar wij hielden ons stil. En op alles dat zij ons wensten, zeiden wij bij onszelf, allegro. Allegro betekent dat ze hetzelfde terug zullen krijgen
dat wat zij ons toewenste. Na een half uur op een auto gereden te hebben, kwamen wij in Travniki. Toen een geheel leegstaand kamp, waar alleen nog kleren, bagage en andere voorwerpen waren, waaruit dus bleek dat heel kort daarvoor mensen er geleefd hadden. Ik heb daar een foto gevonden van een paar Hollandse, Rotterdamse meisjes. Alle werden wij ondergebracht in een stinkende barak waar de lijkenlucht nog hing. In die dagen werd er een man achterna gezeten die ze gepakt hebben. Die was nog blijven leven. We hebben daar ook twee Russische vrouwen gevonden die zich verstopt hadden, die zich later bij ons gevoegd hebben. En ook een jongetje die ook bij ons gebleven is. Het eten was er ongelooflijk goed. Hoe kon dat ook anders? Wij, 45 vrouwen, moesten of mochten alles opeten wat 10.000 mensen achtergelaten hadden. We vonden buiten alle levensmiddelen goud, briljanten en andere voorwerpen van grote waarde. We hebben er ontzettend veel insuline gevonden, waar ze in haast alle landen van Europa om zaten te springen. Deze goederen gooiden wij op de mesthoop. Daarin hadden wij immers toch niets. We waren wel gewend dat alles afgenomen werd. Dit geld en alle andere voorwerpen moesten wij natuurlijk afgeven, maar dat deden wij maar voor een klein gedeelte. Het veroorzaakte ons wel heel veel angst, aangezien wij steeds bedreigd werden met revisie. Eens nadat de Oberscharführer ontdekt had dat wij een paar kilo boter gevonden hadden, heeft hij ons gerevideerd en bij mij de boter gevonden. Het was verraad geweest van onze vrouwelijke Poolse kapo. Dit vondstje kwam mij duur te staan. 6 zweepslagen en een paar vernederende klappen in mijn gezicht werden mijn deel. En de Oberscharführer nam de boter voor zich. In die tussentijd was een van onze meisjes, Ans Troostwijk, vreselijk ziek. Zij overleed. Haar vriendin, Mirjam, is door een Oekraïnische soldaat zo geslagen dat zij, volgens ons, zo geschrokken is, zij, Ans Troostwijk, dat ze eerst doof, daarna lam is geworden. Hierbij kreeg zij oedeem en ze is in januari 1944 gestorven. Het kamp zelf verstrekte ons bijna geen eten, maar we leefden zo goed van de smokkel die oogluikend werd toegelaten, dat we ook geen kampeten nodig hadden. De Polen aten strijk en zet iedere dag 10 eieren, kip en noedels, een meelspijs. Wij aten ook veel eieren, bakten cakes en fabriceerden de heerlijkste advocaat van vodka en eieren. De twee Russinnen, waarover ik het straks al had, die waren vaak vreselijk dronken. Dat ze bij ons konden blijven, want ook daar was wel appel, dat kwam doordat twee andere Poolse vrouwen in die tussentijd zijn gevlucht. Dat heb ik ook een keer geprobeerd met Mirjam. Maar op de ochtend dat we het zouden doen, 's ochtends vroeg, hebben wij ons toch teruggetrokken. Want Topolak, mijn vriendin, die mij het kamp eigenlijk, die mij het leven gered heeft en mij door het kamp geholpen heeft en mij altijd verzorgd heeft, die was bang. En ik wilde haar eigenlijk toch niet in de steek laten. Dus zijn we gebleven. Later, nadat wij de barakken geheel ontruimd hadden en nog veel lijken gevonden hadden en nog meer levenden, hebben wij gewerkt in de wasserij, SS-keuken en SS-bekledingsmagazijn. We gapten zoveel we konden. En zelfs de chef de SS-keuken hielp ons wel eens en gaf ons een lap spek van een net geslacht varken of een stuk vers schapenvlees. Dan liet hij ons smokkelen met zijn pajanki. Dat is een Pools meisje die zich voor mooie kleren aan zo'n mof verkocht. In het bekledingsmagazijn was ik op kantoor, een deftige baan. En de chef vertrouwde mij volkomen. Hij zei eens tegen mij, schade, du bist so ein süßes Liebesmädel. Ik kreeg de sleutels en heel veel gapte ik zo op de gemakkelijkste wijze lakens, die ik dan om mijn buik bond en mijn kleren eroverheen.
die eerst voor, door hem natuurlijk gegapt waren, van ons. Wegens nadering der partizanen werden wij gebracht naar Lublin, concentratiekamp. Daar waren ook Poolse niet-Joden, dat waren politieke gevangenen. Eén van die mensen was erg goed voor mij. Zoek maar, bracht hij of liet hij brengen af en toe een pakket met eten. Het was erg aardig. Het kamp was toch schoon, zindelijk, streng en heel onaangenaam. We zijn daar uitgekleed en zijn vaak en lelijk geslagen en geranseld. Wij werkten daar in de kleermakerij en tuinderij. In de kleermakerij was het onze taak de broeken en de onderkleren van de SS te verstellen. In plaats daarvan naaiden wij herhaaldelijk de broekspijpen dicht of naaiden wij de zakken ondersteboven in de broek. In dit gedeelte van het kamp waren wij de enige Joden, want de anderen die hier eerst geweest waren, waren in november 1943 reeds doodgeschoten. Nu moesten wij weer verdwijnen voor de komst der Russen. Lopende vertrokken wij. Dit werd een ontzettende tocht. Dag en nacht liepen wij door. De regen kletterde aanhoudend op onze dunne kleren. En in een ommezien waren wij doorweekt. Al spoedig namen wij de schoenen in de hand, aangezien wij niet meer verder konden. Brood hadden we bij ons en wij gooiden het weg. Bussen met lever hadden we bij ons, we gooiden het weg. Niets, niets konden wij meer verdragen. Grote blaren vermoeilijkten ons het lopen. Onder ons waren enkele Hollanders, Hollandse niet-Joden. Zij offerden zich geheel voor ons op. Ze droegen ons, terwijl zij zelf bijna niet meer konden. Een van ons, Klaartje Gomperts, die niet meer verder kon lopen, werd doodgeschoten. Als we niet vlug genoeg gingen naar de zin der SS, stuurden ze hun bloedhonden op ons af, die ons venijnig in de benen beten. De Poolse man die mij steeds pakketjes stuurde, is ook doodgeschoten op die tocht. Men moet niet geloven dat de SS zelf niet mopperde. Ook zij moesten lopen, en dan nog met een zwaar geweer en hun provisie. Verschillende probeerden te vluchten, maar de meeste ervan zijn doodgeschoten. Van zware vracht, zoals de SS, daar hadden wij tenminste geen last van. Nadat wij 3 dagen gelopen hadden, kamen wij in Katowice aan. Daar werden wij gebracht naar een soort fabriek. En toen we daarboven waren, voelden wij dat we hoe langer hoe warmer werden. Onze kleren waren kletsnat en die werden droog. Hoe langer, hoe warmer werden wij. En wij zagen dat er overal in de grond een soort filters waren waar een gloed uitkwam. Al spoedig begrepen wij het doel. Ze waren bezig ons te verbranden. Wij verbranden ons inderdaad. We kregen blaren hier en daar. En we raakten in een grote paniek. Ze waren dus bezig ons leven te verbranden. Maar nadat dit ongeveer een uur geduurd had, werden wij plotseling naar beneden gebracht. We weten niet waarom. Ik geloof dat de Russen in de aantocht waren, we weten het niet. In ieder geval werden we in wagons geladen en na een dag of 4 kwamen wij in Auschwitz aan. Dat was ongeveer september 1944. Daar werden wij gebaden. En kregen wij andere kleren. Wij wisten niet toen wij in die douchecels geladen werden, dat het ook dezelfde de gaskamers waren. Wij werden getatoeëerd door Polinnen, Joodse Polinnen. Kregen mooi nummer 13879. Het werd er netjes ingezet. Bij sommigen is het sleurder gebeurd en bovenop de arm. Dat vonden wij erg fijn als het een beetje netjes gebeurde. Dat was toch een belangrijk ding. Ik werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht, want ik had geelzucht. Kon niet meer lopen. Tot mijn geluk zijn we daar niet geselecteerd. En na 12 dagen kwam ik weer eruit, uit de zogenaamde rivier.
Ik werd gebracht bij mijn vriendin en bij de rest van de Hollandse meisjes. Ik ben vergeten te melden dat ik in Lublin bijna werd opgehangen. Een keer waren er een paar mensen gevlucht of geprobeerd. Ze hebben geprobeerd te vluchten en er werd represaille voor genomen. Er kwam een grote SS'er op een paard en die zocht 20 meisjes uit. Ik was zo dom om de man aan te kijken en natuurlijk koos hij mij. Ik werd gebracht naar een barak met die 20 anderen, waarvan er 15 zouden worden doodgeschoten en 5, waaronder ik, zouden worden opgehangen. We hebben een verschrikkelijke angst gehad. Iedere keer zeiden ze, deze niet en deze niet en deze niet. Iedere keer werd het één minder. Ten slotte bleven er nog 5 over en ze hebben ons echt getreiterd. Deze 5 zouden toch worden opgehangen. Wij zaten daar in grote angst, tot op een gegeven moment plotseling het bevel kwam dat het toch niet zou gebeuren. En ik werd teruggebracht naar To, die verschrikkelijk blij was en die een bed voor mij gereserveerd had in de nieuwe barakken waarin ze ondergebracht waren. Dit was even terzijde. In Auschwitz dus aangekomen, kregen wij werk bij het Scheisscommando. Het was een prachtig commando. We hadden een grote scheiswagen en daar moesten we alle scheis die er in het kamp te vinden was, inladen. Wij waren de paarden van die wagen. En dan moesten we nog flink doorlopen, want anders kregen we weer slaag. Eén keer is het wiel van zo'n wagen over mijn voet gereden. En daar heb ik een lelijk litteken van overgehouden. Op zekere dag kwamen wij een nieuw transport Hollanders tegen, waarvan wij hoorden dat zij het laatste transport uit Westerbork waren en nog net waren doorgestuurd. Daar was een achternichtje van mij bij, Nanny Pinas. Ze waren allemaal kaal, wij waren niet kaal. Dat is stom toeval geweest. In november 1944 werden wij, nadat er een grote selectie werd gehouden, naar Bergen-Belsen gestuurd. Bij die selectie werden een paar Hollandse meisjes in de gaskamer gestuurd. Maar door een wonder zijn ze eruit gekomen, want ik geloof dat hierna niet meer vergast werd. Ze zijn naar een ander kamp gegaan, terwijl wij dus doorgingen naar Bergen-Belsen. Daar woonden wij eerst in tenten, die op een stormachtige nacht radicaal allemaal in elkaar zakten. Verschillende van ons kregen nog een stang op hun hoofd en in de paniekstemming werden er dekens bij de vleet gestolen. Vervolgens kwamen wij na een paar ellendige dagen van heen en weer zwerven in de houten barakken terecht. Honger, en nog eens honger hadden wij daar. Nu hadden wij wel iets contact met de mensen uit het familiekamp. Zij verzorgden ons wat kleren en andere benodigdheden, zoals garen, potloden. Daar sprak ik onder andere Lon Slachter en de familie Vleeshouwer en nog een paar mensen. Later verhuisden wij naar een ander kamp in Celle en verloren wij grotendeels het contact. Daar was ook bij ons gekomen Hetty Brandel, die pas via Auschwitz naar Bergen-Belsen kwam. Zij verloor haar moeder daar en ze kwam bij ons in het kamp. Ze hield het niet vol. Ze was dik en flink en gewend om goed te eten, terwijl wij al gewend waren aan al die honger. Ze kon er niet tegen en binnen een paar weken overleed zij. Gewoon van de honger en van verdriet. Het was erg treurig, want ze was een fijne meid. Op 7 februari gingen wij gelukkig op transport naar een werkkamp in Duitsland. We dachten immers, erger dan hier kunnen we het niet treffen. Inderdaad, werd daar de behandeling veel beter en het voedsel werd ook beter toebereid. Maar daar kregen we ook zo ontzaglijk weinig
dat we ons haast niet op de been konden houden. Daar kreeg To vlektyfus, waar je helemaal apathisch van bent. En ze was zo flink. We hebben met z'n allen geprobeerd haar weer erboven te brengen. En het is gelukt. Ook Mirjam was veel ziek. Mirjam had een soort uitslag die maar niet beter werd. En waar ze verschrikkelijk onder leed. Al heel vlug werden velen van ons ziek. We wisten eigenlijk niet wat. Het moet wel vlektyfus geweest zijn. Ik zelf kreeg het pas veel later. Er vielen veel doden. Velen sloegen het ook naar het hoofd, die vlektyfus dan. Want later bleek dan dat het na de ziekte weer beter werd. Je mocht niet van de fabriek wegblijven, voor je een behoorlijke hoge koorts had, terwijl het toch bijna niets te doen was. Eerst werkten wij 12 uur per dag, dan 10 uur, dan 8 uur. En eindelijk zaten we een groot gedeelte van de dag, en als we nachtdienst hadden, 's nachts, de gehele nacht, in de schuilkelder. Want er werd steeds maar geschoten en gebombardeerd. We werkten daar in een munitiefabriek. Het waren machines waar we dopjes op palletjes moesten zetten. In die tijd dat we in de schuilkelder waren, hadden we prachtige gelegenheden om te slapen. Langzamerhand werd de toestand kritieker en kritieker. De Duitsers die op de fabriek werkten, keken met bedenkelijke gezichten. En wij waren doodzenuwachtig wat ze nu weer met ons zouden uitspoken. Want overleveren aan de vijand bestond bij de MOF niet. Zo kwam er een dag dat we 15 kilometer van ons verwijderd de Amerikanen hoorden. Tenminste, dat vertelden ze ons. En ja hoor, de auto's kwamen voor en de dames konden weer instappen. Sommigen deden nog wanhopige pogingen om te vluchten, maar alle werden gepakt. Nu kwam de ellendigste reis die ik ooit had meegemaakt. Op, onder en over elkaar lagen wij, zonder een stukje brood. Eens in de 2 dagen werd er voor wat proviant gezorgd. De honger werd ondraaglijk. Dagelijks stierven er mensen. En we gooiden ze gewoon maar uit de trein, want begraven konden we ze niet. Aardappelschillen hebben wij gezocht en gevonden. Gras hebben we gegeten. Het was niet te geloven de honger die we in die dagen gehad hebben. De moffen voerden ons herhaaldelijk op een doodspoor. En wisten op het laatst zelf niet meer waar ze naartoe moesten met ons. De laatste avond soupeerden wij nog met rauwe aardappelschillen die we onder de trein gevonden hadden, en de volgende ochtend ontbeten we met grassprietjes. We voelden ons hopeloos. Daarbij kwam nog de luizenplaag. Iedere minuut van de dag keken we onszelf en onze vriendinnen na. Niets mocht baten. Eindelijk, toen de nood het hoogst was, was, zoals ons al zo vaak was overkomen, de redding nabij. We werden naar Theresienstadt gevoerd, waar we een ongelooflijke ontvangst hadden van de Hollanders. Weldra hadden wij weer alle bedorven magen van het vele eten. Maar nu gaven we er niets om. We konden eten zoveel we wilden. Na een week kreeg ik zelf ook de gevreesde tyfus en lag ik nu 12 dagen met hoge koorts en was een klein beetje afwezig. De 13e dag was de crisis en na 15 dagen was ik weer op de been. Wel als een kind dat pas leerde lopen, maar het leed was geleden. Ik woog 37 kilo. Nu kreeg ik verschrikkelijke last van een kies waar ik al die tijd al last van gehad had. En ik ging naar de tandarts. Maar wat bleek? Er stonden ontzettend veel mensen in de rij en de tandarts riep: "Nooit zien." Wat moest ik doen? Ik liet de tand trekken. Hij gaf me een inspuiting en ik viel flauw. Toen ik bijgebracht werd, heeft hij me de kies getrokken, waar ik tot vandaag toe nog spijt van heb, want het was helemaal niet nodig geweest. Hij moest alleen maar gevuld worden. Nadat we een heerlijke tijd hebben gehad
in Theresienstadt. Door de onvergelijkelijk betere omstandigheden werden wij bevrijd door de Russen. Later hoorden wij dat ze ook in Theresienstadt bezig waren een gaskamer te bouwen, maar daar wisten wij alles niets van. We hadden het er goed en we aten goed en we ontvingen enorm veel vriendelijkheid van alle Hollanders die er waren, enorm veel waren. Mijn vriendin Ina Frenkel was er met haar familie. Erg veel Barnevelders, dokter Elzas, de familie van Hertzfeld, enorm veel. Toen werden wij in bussen geladen, vrachtwagens, door Fransen, die ons als razende over de demarcatielijn brachten. Want ook verschillende haalden het niet en die bleven bij de Russen. Maar wij werden dus gebracht over de demarcatielijn, waardoor wij bij de Amerikanen terechtkwamen. Wij kregen een heerlijke, ongelooflijke terugtocht naar ons vaderland. En spoedig werden wij weer opgenomen in de maatschappij. Een groot ding hebben wij in onze kamptijd geleerd en gezien en gewaardeerd. De verbroedering tussen alle standen van het volk.